Ik ben hier op de schattenjacht in Kortenberg. Fantastische activiteit en een groot succes. Heel veel kinderen met hun ouders die hier op een corona-veilige manier komen spelen. Waarom? Omdat het voor de 14e keer buitenspeeldag is. O, zo belangrijk, zeker in deze coronatijden, dat kinderen buiten spelen. Er is een barones vermist. En dus de kinderen moeten via de hand van tips en bewoners die in het bos rondlopen, eigenlijk tips verzamelen om de barones terug te vinden. Tweede stop op deze buitenspeeldag hier in Sint-Lambrechtswoluwe in Brussel bij gemeenschapscentrum Opheule. Zijn de kinderen al goed aan het bewegen. Zumba-les op de achtergrond. Het is hier heel fijn. Het zonnetje is er ook. En ook hier is het credo buitenspelen. Ik denk dat we toch ruim 200 deelnemende gemeenten hebben, wat een heel mooi resultaat is.